Ja, het is inmiddels 12 uur geweest, dus we huppelen vrolijk het middaguur in. En dat doen we niet alleen, dat doen we ook met Gijs Schunselaar hier aan tafel. Directeur van Museum van Loon. En Gijs, fijn dat je er bent, dank. Fijn hier te mogen zijn, dankjewel. Nou, kijk, geweldig. Maar en om meteen met de deur in huis te vallen, je bent gisteren open gegaan. Wij zijn gisteren weer open gegaan. Wij waren voor de coronacrisis 7 dagen per week open. We hebben er nu voor gekozen om van woensdag tot en met zondag open te gaan en van daaruit weer uit te bouwen zodra het kan. Ja. Dus gisteren eerste dag, allemaal op tijdsloten gereserveerd. Ja. Dat was natuurlijk fantastisch om weer bezoekers in je museum te mogen ontvangen. Hoe voelde dat? Dat voelde eigenlijk op een gekke manier net zo gek als dat we op 13 maart de deuren moesten sluiten. Dat je een beetje onwezenlijk. En nu mochten ze weer open. Ja. Met allerlei tussenschotjes. En allerlei markeringen van hier naartoe, daar naartoe. Dit is de route. Ja. Maar wel ontzettend fijn dat het, dat het weer kan. Even, want ik wil weten hoe je dat nu allemaal hebt ingericht. Maar toen die 13 maart dichtging, ben je nog een aantal keer door dat stille en lege museum heen gaan wandelen? Ja, stiekem natuurlijk wel. Stiekem wel. Ja. En wat is dan, word je daar dan verdrietig van? Komt er een traan omhoog? Of hoe moet ik het voor me zien? Het is natuurlijk allebei. Het is kijk, eigenlijk hebben wij het voorrecht dat we elke dag, als we dat willen, na sluitingstijd wel eventjes stiekem door het museum kunnen lopen. Dus dat voorrecht hadden we al. Dus het is voornamelijk de pijn dat je dat dan nu niet met andere mensen, met je bezoekers kon doen. En dat kon vanaf gisteren weer wel. Ja, dat is fijn. Dat is in ieder geval een lichtpuntje in donkere tijden, soms zelf voor de cultuursector. Hoe is het nu, je zei dat er schotten zijn geplaatst en misschien kruisen op de grond zijn gezet. Ik kan me voorstellen dat je ook je hele doelgroep, misschien dat je heel veel toeristen ook voorheen had. Hoe ga je daarmee om? Dat is allemaal veranderd waarschijnlijk. Ja, dus als het gaat om de logistiek. We zijn een grachtenpand aan de Keizersgracht in Amsterdam. En daar kon je voorheen vrijelijk ronddwalen. Er was wel een soort van logische route, maar als je dat anders wilde doen, dan deed je dat lekker anders. Ja. We zien hier de tuin, die nu natuurlijk ook in volle bloei staat. Dus we hebben nu een routing door het pand. Waarbij we zo min mogelijk ingrepen hebben gedaan. Maar je ontkomt er niet aan om her en der toch wat lelijke bordjes op te hangen. Van hier naar links, want anders gaat het mis. Ja. Dus op die manier hebben we gisteren weer de deuren geopend. Ja. Ja. Doet het dan pijn als je zo'n bordje ziet hangen? Denk je van, oh, ik kijk uit naar de dag dat dat weg kan? Of zeg je van, nou, voor nu maakt het niet zoveel uit? Allebei. Het is een van de kenmerken van ons museum is dat we juist heel weinig tekstbordjes hebben om het gevoel dat je in een huis komt zoveel mogelijk intact te laten. Dus elke interventie die je daarop pleegt is jammer. Maar als dat het is, dan kunnen we daar prima mee leven voorlopig. En ik sprak een hele tijd terug een museumdirecteur. Dat was natuurlijk een Nationale Museumweek was er toen, die toen helemaal digitaal was georganiseerd. En die zei, ja, voor mij kost het per week ongeveer 75.000 euro om dicht te zijn. Dan maak ik gewoon aan kosten. En die werd niet gesubsidieerd, maar dat, ja, omdat je gewoon natuurlijk je pand hebt en de onderhoud en beveiliging, dat soort zaken. Hoe is dat bij jullie, bij jou? Hoe hard zakt die, zeg maar, in het water weg? Dit kost geld. Dit kost geld. Dat is evident. Het is heel fijn dat je op verschillende manieren ondersteuning krijgt. De NOW-regeling, nou ja, we kennen ze allemaal. Maar aan het einde van de dag en ook aan het einde van dit jaar is het gewoon flinke averij. Ja. We hebben een gezonde bedrijfsvoering en dus ook een bescheiden weerstandsvermogen. Er zijn nog veel variabelen, dus er kan ook nog veel gebeuren. Er gebeurt ook veel, vind ik, bij de fondsen in Amsterdam. De Amsterdamse Bank voor Cultuur die in oprichting is. Dus er kan ook nog veel gebeuren. Amsterdamse Bank voor Cultuur is even een oprichting. Een nieuwe soort van bank die echt cultuur gaat subsidiëren. En Ja, het gaat daar vooral denk ik om maatwerk. Dus het kan ook om advies gaan, het kan om leningen gaan, het kan om garantstellingen gaan. Maar dat je ook echt per
per instelling kijkt van waar zit de nood. Ja. En ik denk dat dat ook heel goed is. Om terug te komen op je vraag over onze financiën. Ja, dat is natuurlijk pittig. Wij zijn gewend onze eigen broek op te houden. We hebben wel een goede financieringsmix. En wij proberen dus de komende tijd ook allerlei andere vormen te bedenken om met je museum en met je collectie om te gaan. Om ook, wat voor vormen zijn dat dan? Ja, dat kunnen, we gaan met verschillende dingen experimenteren. Er zijn nu, ik zou bijna willen zeggen, uiteraard allerlei makers die deze zomer op een festival zouden staan en daar niet kunnen staan. Maar al wel bloed, zweet en tranen in de voorbereidende fase, in het creatieve proces hebben zitten. En die dat wel heel graag willen laten zien. Ja, wij hebben een gebouw. Ja, dus ja, dat is waar. Daar kan je het doen. We kunnen er geen bezoek bij laten, maar wel een camera. We zijn met... Dus Museum van Loon wordt een soort van podium voor bepaalde artiesten misschien. Nou, waar ze digitaal kunnen uitzenden. Ik denk dat als je in zo'n situatie zit waarin je ook alle creativiteit naar boven moet halen om te kijken van hoe gaan we dit overleven, want overleven zullen we. Mm-hmm. Dat je dan ook inderdaad naar andere vormen kunt kijken. Hoe je dat wat je wel hebt kunt inzetten. Dus we werken ook met een ouderwetse strippenkaart met ondernemers in de buurt. Omdat het hele buy local principe de afgelopen tijd natuurlijk ook enorme vlucht heeft gekregen. Dus haal je boodschappen en je stempel en als je de 5 hebt, kom je bij ons een gratis boek halen. We hebben sinds vorige week ontzettend leuk yoga bij ons in de tuin. Oh. Omdat een yogaschool binnen nog geen lessen kon geven. En bij ons in de tuin wel. Het zijn kleine voorbeelden en we zijn daarmee aan het kijken wat er zeg maar, op de wat langere termijn, ook als deze situatie nog langer zich voordoet, hoe je daarin samenwerkingen kunt opzoeken en ook elkaar daarin kunt helpen. Kijk, volgens mij, wie zegt we zullen doorgaan, dat is ook mooi als je een museum in Amsterdam bent. En ik zou zeggen, yoga in de tuin, dat kan natuurlijk nooit. Dan kan je en lenig blijven, en gezond blijven, en van kunst en cultuur genieten. Volgens mij, wat wil een mens nog meer, behalve een beetje eten en drinken. Gijs, Schunselaar, heel erg bedankt namens Museum van Loon. Jij gaat ook een handtekening op de muur zetten. Namens hoeveel mensen ga je dat doen? Ja, ik ga dat doen namens het hele team uiteraard. En de hele schil die daar omheen zit. Alle ZZP'ers, alle mensen die onze leveranciers zijn. En dan kom ik, een beetje afgerond, naar 75. 75? Niet zoveel als de vorige. Nee, maar ho. We zijn met elke persoon hartstikke blij. Al is het een half persoon, een heel persoon. Iedereen telt mee. Dus 75 gaan we er gewoon hartstikke mooi bij zetten. Perfect. En dan tik je mooi verder omhoog. Dus super. Heel veel dank, Gijs. Ik zou zeggen, veel plezier met je volgende yogales. Dank je wel. Fijn hier te zijn. Super.